Ja, lekker maatje. Hè? Vorige keer hadden we allemaal scooters. Ja, ja. Maar nou, nou zijn we aan het kistje. Wat een mooi kistje hier ook. Ja, dat is, zijn leuke dingen. Mooi bekleed ook. Super dik hoor, maat. We gaan nog even verder gooien hier zo. Vandaag een spannende dag. Ik ben weer op de plek waar ik vorige keer met Wesley het geldkistje heb gevonden. Alleen, dat was een heel leuk kistje. Maar later op de dag kwam ik vast te zitten met mijn magneet. En ik was zo eigenwijs om mijn handlier niet mee te nemen. Dus ja, toen heb ik hem achter moeten laten. Maar we zijn nu 5 dagen verder en ik hoop dat hij er nog ligt. En dan gaan we eens even kijken of we hem los kunnen krijgen ook. Lopen we nou even naartoe. Hier is het. Even, ja, ik zie hem nog. Dus dat is mooi. Kijk, ik had het een beetje verstopt hier onder de rand. Dus we gaan nu eventjes alle spullen pakken. En dan gaan we even kijken of we hem los kunnen krijgen. Kijken jullie ondertussen even naar het moment dat ik het geldkistje vond. Dan ga ik alles even klaarleggen en dan zie ik jullie zo weer. Ja, we staan nu onder een viaduct en we trokken eigenlijk alleen maar bouwijzer eruit. Maar moet je eens kijken, wat een mooi kistje. Ik ben samen met Wesley van Team Utrecht. Yo. Zo, maar deze, kijk eens joh. Oh, en we hebben nog niet gekeken, hè? Hij is nog niet open geweest. Maar unboxing. Wat een mooi kistje joh. Zo dan. Ik dacht... Oh! Hoort, hoort er is. Wat gaat er... Zo dan. Lijf, ouwe. Oh, munten. Nou, dit zijn denk ik allemaal buitenlandse munten. Van nickel, florin. Ja. Hij zit vol met buitenlandse munten. Een kistje vol met munten. Gekke dingen. Ja, maar het is allemaal gerookt natuurlijk. Allemaal buitenlands. Zo, moet je eens kijken wat een berg, joh. Maar heel mooi kistje. Ja, heel mooi kistje. Mooi kistje. Ligt er ook nog niet zo lang in. Nee. Zo. Ja, Corinth is geloof ik Hongarije. Ik heb geen idee. Maar dit is weer wat anders. Dit lijkt wel Grieks. Oh, er zitten ook guldens tussen. Maar dat is allemaal nikkel, denk ik. 1999. Een gulden. Ja, is van alles wat hier op Belgische munten zie ik. Dus ja, hier een dubbeltje. Hé, hey, even kijken, een Duitse volgens mij. Bundesrepubliek, ja, uit welk jaar? 74, 1974. Mooi. Oh, ja, maar ja, dan gaan we toch nog maar even door hier zo. Ja, ja. Dat geeft ons weer goede moed. Super dik, super dik. Die gaat er mee. Lekker hoor. Zo, er staat nou echt mega veel spanning op het touw. En ik ga het eventjes vanuit een andere hoek proberen met mijn drechthaak. Kijk, hij gaat helemaal hierheen. Is dat helemaal strak. Dan ga ik eventjes kijken of ik zo met mijn drechthaak de lijn op kan pakken. Hier. En dan toch een andere hoek optrekken. En dan hopen dat hij toch loskomt. Want er zit echt onwijs vast. Ik begin nou steeds nieuwsgieriger te worden wat het is. Ik gebruik zelfs 2 touwen. Dan breng ik de ene onder spanning. En dan zet ik de ander weer strak met de hand. En dan wissel ik het om. Ja, bizar joh. Wat zal dit zijn? Maar we zijn er bijna. Hij ligt nou recht voor de kant. Hij lag eerst helemaal daar zo. Verderop daar. Nou, ik heb hem helemaal hierheen gekregen. Ongelooflijk joh, wat is dit? Zo, ik ben erachter wat het is. Ze hebben dus vanuit de bouw van deze brug gewoon een stalen bind laten zakken in het water. Dus daar zat ik achter vast. Kijk. Mega groot. Gewoon een stalen bind. Bizar. Vind je het gek dat je het er niet uit krijgt? Wow. Nou ja, klein stukje nog. Echt bizar.
Kijk dan, wat een ding. Wow. Zo dan. Yes, ik heb hem weer terug. Zo, maar het bint is weer terug in het water gezakt. Hij schoot in één keer los. Maar het was echt een massieve bint. Niet normaal. Ik ben gewoon 2 uur bezig geweest. Bizar. Nou, hier ga ik nooit meer gooien. Ik ga even een brug verder opzoeken en kijken of ik daar nog wat eruit kan halen. Maar ik ben heel blij dat ik hem weer terug heb. Gelukkig. Ja, dat was nog een hele strijd om die magneet los te krijgen. Maar goed, het is gelukt. Tijdens het tellen, sorteren en poetsen van de munten ben ik nog op een 4-tal bijzondere munten gestuurd. Maar goed, daar zo meteen even meer over. Eerst het aandacht voor het volgende. Zit jij nou te kijken en ben jij nog niet geabonneerd? Druk dan eventjes op die abonneerknop, hè. Het is gratis, ik vind het leuk en jij wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe video's. En ik kan ook nog wel eventjes een oppepper gebruiken. Ja, ik wou die dag zo graag magneetvissen. Ik ben ietsjes te hard gereden op de snelweg, dus ik heb een boete gekregen. Dus maak mij blij en abonneer. Dan heb ik hier de 4-tal bijzondere munten. Ja, in totaal waren het 330 munten die er in het kistje zaten. Maar deze, die zijn brons en ze komen alle 4 uit Spanje. Wat maakt het ze nou zo bijzonder? Nou, 3 zijn er uit de laatste helft van de 19e eeuw. En eentje is er zelfs uit de laatste helft van de 18e eeuw. Ja, de rest van de munten waren allemaal uit de 20e eeuw, van 1949 tot en met 2000. Maar deze, die zijn, de 3 zijn er van koning Alfonso XII. Ik zal eventjes al laten zien, deze kan je nog best goed zien. Een leeuw met een schild. 10 centimos. Dit is ook een 10 centimos, maar die is wat, wat verhaler. Maar ik zal zo meteen even mooie foto's in beeld brengen. Die is van 1878 en de ander van 1870. Dan heb ik nog een 5 centimos. 1878. Deze is wel mooi. Kijk de andere zijde ook maar eventjes. Met een wapenschild met een kroon erboven. En de 4e munt is een 4 Maravedis, 1780, koning Carlos III. Ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken naar deze video. Vergeet niet te abonneren als je nog geen abonnee bent. Laat een duimpje omhoog achter en dan zie ik jullie snel bij de volgende keer. Yes!